bent aan de beurt. U 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 bent aan de beurt. Mag ik u wat vragen, mevrouw? Ja, u bent aan de beurt, mevrouw. Oh, goed, ja, van de televisie. Van de televisie? Ja. Dus zegt u het maar, heeft u iets te vertellen? Helemaal niet, alleen dat het mooi weer is. Het is prachtig weer. En daar ga ik lekker van genieten. Had u het verwacht? Want een aantal weken geleden hadden we ijs, was het kou en dan opeens prachtig weer. Ja, maar de weervoorspellingen waren goed, dus daar gaan we van de puit. Hè? En dan stapt u gelijk lekker op de fiets. Fietst u graag? Heel veel. Ja? Heel veel, ja. Wat vindt u er zo mooi aan om te gaan fietsen? Ja, lekker buiten zijn allemaal. Hè? Nee, ik ga nou weer, want ik moet op tijd bij iemand zijn. Ja, zie je wel, 1:30 moet ik bij mijn kleindochter zijn, want dan moet ik even oppassen op de kinderen. Hoe oud is de kleindochter? 2 jaar en een andere wordt geboren. Wanneer de andere 2 wordt, wordt de andere geboren. Oh, dus over mijn grootmoeder. Echt waar? Ja. Dus ik ben hartstikke trots? Hartstikke trots, ja. Nou, beste mensen thuis, hier staat een hele trotse oma en overgrootmoeder. Ook dat. Die nu gaat fietsen. Nou, ik zou zeggen, ga er vandoor. U heeft aardig wat te doen, hè? Moet je kijken, cameraman. Ja. Kijk eens. Ja, wat is het? Even. Sokken breien, hè? Allemaal sokken, maar deze is toch niet meer kou? Nee, maar die gaan iedere keer. Die gaan altijd, die sokken. Want dit is voor een vereniging in Zoelen, daar ben ik op. En als we dan gebreid hebben, dan gaan ze als broodjes over de plank. Zo hard. Eerlijk waar. Nou, dat is een mooi verhaal. En die maakt u helemaal zelf? Allemaal zelf. Ja. En hoe lang doet u er nou over? Ja, allemaal met tussendoortjes, hè. Ja, ja. Maar goed, ik moet gaan. U moet gaan? En ik moet gezichten doen, want ik heb pas een nieuwe heup. Dus ik moet gezichten. Ook nog een nieuwe heup? Nou, tot ziens. Dag. U bent aan de beurt. Oh, waarvoor? Voor Stadstv Tiel. Oh. Heeft u iets bijzonders te vertellen? Ach, wat heb ik iets bijzonders te vertellen? Mijn afwasmachine is stuk. Nou ja, zeg nou. Hoe kan dat nou opeens? Ja, dat kan gebeuren. Hè? Hoe lang is de wasmachine oud? Ik denk 8 jaar of zo. Het is de wasmachine van afwasmachine. Erger. Ja, heel erg. En nu met de hand alles afgewassen? Ja. Nou, hoe was dat moment dat de afwasmachine niet meer werkte en je moest afwassen? Ja, nou, dat was vreselijk. Dat was vreselijk. Dus, was het veel vaat? Een luxe probleem? Nou, nee, het viel wel mee. En nu? Want naar een nieuwe kijken. Oh, maar we verkeren officieel in een recessie, hè? Ja, ik weet het, maar ja. Maar het kan er nog wel vanaf. Ja, het moet wel, het moet er vanaf. Nou, oké. Okay, nou, heel veel succes. En dan mag u op de camera zeggen dat we gaan naar de volgende. Oh ja, nou, tot de volgende. Nog één keer. Mag iets enthousiast op de camera. Dit is je moment. Nou, ga naar de volgende. Nou, fantastisch. Doeg. En we gaan inderdaad naar de volgende. U mag wat vertellen. Heeft u iets bijzonders te vertellen? Heeft u iets meegemaakt? Nou, niet echt. U maakt niet veel mee? Nee. Ik bedoel, ik sta er wel overal open voor, maar gewoon. Het leven maak ik mee. Ja. Zoals het is. En hoe bevalt het leven tot prima, nu toe? Prima. U woont in Tiel? Nee, ik woon in Zaltbommel. En u bent vandaag een dagje hier ja, in Tiel? Ja, ik kom oorspronkelijk wel uit Tiel. Dus wij komen regelmatig hier. En wij, dat is... Mijn vrouw en ik. Dus... Zijn we al lang samen? Ja, al nu naar de 17 jaar. 17 jaar. Dan zitten de mensen thuis te kijken die denken, hoe houdt u dat vol, 17 jaar? Wat is de kracht van uw relatie? Nou, dan komen we tot het dieptepunt hoor. Nu bent aan de beurt. Oké, okay, waarvoor is dit? Voor Stadstv Tiel. Oké, okay. Nou, dat mag je gerust weten. De kracht is gewoon elkaar de ruimte geven. En... ook heel veel samen doen. Dus, en een beetje natuurlijk de klik hebben, hè, want dat is ook belangrijk. Ja, er moet wel een klik zijn. Dat is niet... Ja, kijk, en voor de rest, alles wat negatief overkomt, probeer je gewoon op te lossen. Gewoon positief. Ik ben heel erg optimistisch en positief, hoor. Dus moeilijk, hè, in deze tijd van... in deze barre tijden. Ik wil net vragen, want hoe krijgt u dat voor elkaar? Heel veel mensen zijn pessimistisch, zijn niet opgewekt, niet allemaal, hè, want u bent dat wel. Maar hoe doet u dat? Want u werkt gewoon. U heeft, nou, je moet, ik heb een eigen bedrijf. Dus, maar je moet gewoon... je moet de kansen die je krijgt, die moet je gewoon grijpen. Ik bedoel, dat is gewoon buiten kijf. Je moet niet afwachten. Want het komt niet naar je toe. Je moet er zelf naartoe werken. En je moet zorgen dat je andere mensen in je omgeving ook heel erg enthousiast maakt voor bepaalde dingen.
En daarmee red je gewoon, denk ik, dat de beïnvloeding van je omgeving ook een hele goede beïnvloeding is voor jezelf. Wat voor bedrijf heeft u? Wat doet u precies? Ik heb een reïntegratiebedrijf. En ik probeer de zwaarste doelgroep, dat zijn ex-gedetineerden, weer aan een baan te helpen. Valt dat mee? Ja en nee, maar het is ook de manier waarop je het doet. Ik bedoel, je moet zorgen dat je allereerst respect hebt voor die mensen. Er loopt er geen één bijna rond die geen smet heeft, hè? Die dus geen verleden heeft. Daar moet je ook mee leren omgaan. En probeer ze te overtuigen dat je hun ook echt helpt. Het lijkt me een heel bijzonder vak. Ik denk ook een dankbaar vak, hè, wat u doet. Want als ze uiteindelijk aan het werk gaan, Dat betekent dat ze ook weer actief deelnemen aan de samenleving. Ja. Hoe voelt dat als u dat heeft gerealiseerd? Nou, dat is eigenlijk, even los van het financiële gedeelte, is dat mijn grootste genoegdoening. En mensen kennen mij. De gemeentes kennen mij, want ik werk al vanaf 1991 voor een hele hoop gemeentes in Nederland. En je moet gewoon heel duidelijk zijn. Ik schop ook wel eens mensen die niet willen eruit. Maar als ik ze hier tegenkom of ergens anders, groeten ze me nog steeds. En, respect is dat. Hè? Nou, als je respect wilt hebben, moet je zelf ook respect geven. En even los van alle geluiden, wat er nu overal, alle negatieve geluiden. Ik vind dat je gewoon moet leren om mensen te leren positief te denken. En natuurlijk zitten er wel van die flapdrollen bij die proberen jou een hak te zetten. Maar ja, dat is het leven. En ik kijk gewoon rechtdoor. En ik probeer gewoon licht te zien waar ik voor die mensen kan regelen. En voor de rest niks. Dus zakelijk en persoonlijk gezien mensen thuis positief denken en gewoon vooruitdenken. Ja, dat moeten alle mensen doen. Nou, hiermee sluiten we af. Dit zijn hele mooie woorden. Ja. En ik dank u hartelijk. En meneer, wij gaan door naar de volgende. Graag gedaan. U ziet er stralend uit. Mag ik dat even zeggen? Dat is even het compliment. Nou, dank u wel. U bent aan de beurt. Dus u mag wat vertellen. Heeft u iets bijzonders te vertellen? Aan de mensen van Stads... Waar is mijn cameraman? Oh, hier is mijn cameraman. Ik was hem even kwijt, maar heeft u iets aan de mensen thuis te vertellen? Iets wat u wilt delen? Ja, ik zou het niet weten. Gaat het goed met u? Weer, het gaat goed met me. En ik ben lekker aan het winkelen. Ja, nou, wat heeft u al gekocht? Mag... Nou, ja. Oh jee, kijk nou, kijk. Kijk, ze pakt uit, hoor. Nootjes en groenten en make-up. Dus van de recessie is hier geen sprake? Nou ja, we moeten allemaal iets minder, hè? Ja, merk je het? Nou ja, ik merk het niet zozeer, maar je hoort niet anders, dus doe je maar mee. Doe je mee? Ja, nou nee. Maar jullie zijn vriendinnen van elkaar? Ja. Hoe lang? Leven lang. Leven lang? Ja, bijna wel. Wat is nou het recept van een goede vriendschap? Niet te veel, elkaar niet te veel zien. Nou, het gaat goed, die mensen thuis. Het gaat hartstikke goed. Is dat het recept, elkaar niet te veel zien? Nee, gewoon. Dat zit van binnen. Je hoeft elkaar niet veel te zien om toch goede vrienden te zijn. En nu zien we elkaar heel veel op het ogenblik. Op het ogenblik wel, ja. Ja, is daar een reden voor? Ja, nou, ik woon weer sinds lange tijd weg geweest te zijn weer in Tiel. Ja, voorlopig. Voorlopig. Want, wat is daar de reden van? Nou, ik ga verhuizen, maar dat andere huis is nog niet klaar en dat is niet in Tiel. Maar daarom vind ik het wel gezellig om hier weer even terug te zijn. De roots, hè? De roots. Want u bent oorspronkelijk, komt u uit Tiel? Ja. En u bent toen verhuisd naar een andere stad? Verschillende keren. Wereldwijd. Ik sta hier, we staan hier met een internationale mevrouw. Ja. Maar en uiteindelijk bent u weer terug in Tiel, tijdelijk. Ja. Mooie reden om elkaar weer te zien en lekker te winkelen. Ja, maar u zegt net, een goede basis is elkaar niet veel te zien, maar dat was ook een beetje grap. Maar waar hebben jullie elkaar ontmoet? In de kroeg. Ja, in haar kroeg. Ja? En dat was gelijk, was het gezellig en... Ja, wederzijdse vrienden, hè? Ja. Ja, Tiel, zo groot is Tiel niet, hè? Nee. Dus nee. Ken je elkaar al snel, hè? Zeker als je in de kroeg komt. Wat vind jij nou het leukste aan jouw vriendin? Nou, ik ga naar huis. Nou willen we natuurlijk even weten. Wat wil je? De humor. Vreselijk veel humor. Lief, gezellig. Ja. En andersom?
Exact we hebben hetzelfde. Lief en leed hebben we samen gedeeld. Ja. Wij gaan naar de volgende. Nou, fantastisch. Een nieuwe carrière is geboren. Dat is echt waar. Gewoon, nou ja, ik zou zeggen Patricia Pai en Viola Holt. Is dat een mooie, is dat een compliment of niet? Nee. Niet? Nee, vind ik geen compliment. Ze heeft wel humor, ja. Daarom, toch? Oké. Dag. Dag. Mag ik u wat vragen? U bent aan de beurt. Heeft u iets bijzonders te vertellen? Nee. Helemaal niets? Helemaal niets. Iets wat u kwijt wil, dat u denkt van nou, dat heb ik pas geleden meegemaakt en dat vind ik dat de kijkers van Stadse WTO moeten weten? Oh, ja, onderleg hebben ze ingebroken. Ja. Ingebroken, bij u? Ja. Thuis? Ja. Wanneer? Voor 2 weken terug, zaterdag. En s'avonds of overdag? S'avonds, om 1 uur of 9. En toen was u thuis of u was niet? Ik was weg, ik kwam net thuis. We hadden alles opengebroken. Dat meent u niet? Ja, TV weg, CD's weg. Ja. Dat is geen leuk nieuws. Nee, dat is zeker niet leuk. Hoe zijn ze binnengekomen dan? Ja, opengebroken. De voordeur opengebroken met de koevoet. Heeft gewoon een rijtjeshuis of hoe is dat? Dus ze zijn gewoon naar binnen. Was u de enige slachtoffer in de straat of zijn er meerdere? Ja, van tevoren wel. Maar dat is weer langer geleden. Goh, en nu? Nu heeft u aangifte gedaan, neem ik aan? Ja. En dan? Is het dan ja, u zit dan toch met een behoorlijke schade, denk ik. Ja, dat ben ik wel verzekerd. Dat is wel. Ja, maar dat neemt niet weg dat het gewoon heel erg vervelend is. Zijn er ook kostbare of persoonlijke herinneringen weggenomen of alleen... Ja, de tv was een herinnering. Die was van mijn broer, die was overleden. Ja, ja dat is... Dat is gewoon heel vervelend. Ja. Nou ja, meneer, ik hoop dat het dat in ieder geval dat het goed wordt afgewikkeld. Nou, wel goed komen. Maar voelt u zich nog wel een beetje veilig in huis nu? Hard aan bod. Ja, ja. Nou, we zitten maar alleen maar, ja. Ja. Nou, meneer, ik wens u heel veel sterkte. Ja? Ja? Precies, ja. Oké. Nou ja, als iemand zit te kijken die dit heeft gedaan, niet meer doen. Dat is niet leuk. U bent aan de beurt. 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 U bent aan de beurt.